niet aardig. Wow, appeltaart met slagroom. Wat? Gaan we halen. Strak. Oké, hallo. Je kijkt naar een nieuwe podcast. En vandaag gaan we iets, even iets anders doen. We gaan een praatvideo maken. En ik krijg een telefoontje, momentje hoor. Koffie. Met Jeffrey. We zijn beter met opnames. Hallo. Dit is de voicemail van Jeffrey Schreuder. Momentje, ik loop even weg. Hallo, sorry. De bouwde. En nu ga ik weer verder. What the fuck? Dat was een stageaanvraag. Van wie? Iemand die marketing en communicatie studeert. Wat zei je tegen? Ik zei stuur maar een WhatsAppje of DM mij op Insta en dan kijken we wel even. Welkom bij een nieuwe podcast. We gaan vandaag iets anders doen. Wij gaan vandaag een soort van praatvideo maken. En ik heb begrepen van mensen dat als je begint met praatvideo's, dan betekent het einde van je YouTube kanaal. Nou, dat is dus waar we mee bezig zijn. Dat zei Stefan altijd. Ja, weg is Soes. En weg is Soes. Dus, nou, oké. Okay, ja, waarom... maar die hadden 300k, wij nog ineens 15. Nee, maakt niet uit, het gaat bij ons niet om de views, dat weet je. Of om de menu. Dinges. Nee, we hebben een paar redenen. Aanstaande zondag komt een nieuwe video uit. En dat is een bijzondere, ander soort video. Wat meer educatiever. Ik zal nog wel toelichten waarom we dat maken. En hoe dat tot stand is gekomen. Maar die komt zondag uit. En daar zitten we allemaal in. Heel podcast zit erin. Dus kijk het, zondag om 3 uur komt hij uit. En dat is echt totaal wat anders. En omdat het toch wel vrijdag is, wil ik toch gewoon eventjes een video maken. Want jullie hebben heel vaak vragen voor ons. En misschien is het wel weer leuk om eens een keer die vragen te beantwoorden. Speakbriefje. Ja, ik heb ook een speakbriefje. De grootste vraag is waarom is Aaron weg? Aaron, waarom ga jij weg? Leg het nou eens even goed uit. Ik heb een hekel aan jullie, allemaal. Ik ben gewoon klaar met jullie, dus daarom stop ik. Daar neem ik niet genoegen mee. Oh ja, Aaron is een boekverslag aan het doen. Aaron zit wel aan het college en moet een boekverslag maken over dit boek. Nee. Oh nee, wel wat is interessant. Ik ga laat niet je over het boek kappen. Dus als iemand al een boekverslag klaar heeft liggen voor Aaron, stuur het even naar redactie@podcast.nl. Maar Aaron, kom even serieus. Waarom wil je niet meer podcast doen? Voorlopig, dat heb je gezegd. Nou, ik stop voorlopig omdat ik er echt voorlopig geen zin in heb. Ik ga wel weer door, misschien. Oké, nou, antwoord is goed. Ben je tevreden, Bryson? Wacht. Wat ben je aan het doen? Ik wilde kijken hoe ver je had ingezoomd. We waren in een goed gesprek. Ik snap Aaron's ding wel, want het wordt nu allemaal wat groter en je wordt wat vaker herkend en zo. En ja. Dat was niks voor Aaron. Nee. Ja, en het is alleen maar één dorp en je moet toch wonen in dat dorp. En Aaron vindt dat niks, die zit liever op de achtergrond. Toch, Aaron? Ja, dat je liever op de achtergrond werkt. Oh, ja. En je hebt meer tijd nu voor je school. Ja. Nou, dat is belangrijk, ja, want mensen denken, want dat, nu komt het, iedereen zegt van, ja, hoe kom je met podcast, ik wil ook met podcast, maar jullie denken echt dat het alleen maar leuk is en zo, maar het is best wel, je moet echt wat voor doen. Het is best wel voor je werk best met veel hun. Werk. Dat is niet leuk. Ja, het is veel werk. Ja. En je moet wel wat doen. Ja. En dan mensen denken, ik wil een YouTube-kanaal en denk je hoeft niks te doen, maar het is echt gewoon hard werken, dus vandaar. Oké, verdienen wij geld? Bryson, leg uit. We verdienen met YouTube op dit moment geen geld. We hebben het wel aanstaan, maar de views zijn laag en zo. En we hoeven ook helemaal geen geld te verdienen. Nee. Nee, we zijn een lokaal jongerenkanaal uit Katwijk en we willen gewoon leuke dingen maken. We doen wat we leuk vinden. We doen wat we leuk vinden en daar komt wel een ding bij. Er komen nu langzaam wel wat partijen die ons wat sponsoren. Bijvoorbeeld aanstaande zondag komt de video uit. Die is dus betaald. En daar dus, krijgt iedereen een leuk zakcentje voor en de rest gaat de pot in. En het gaat een beetje de educatieve kant in. Ja. Op. Ja, weet je, bedrijven willen alleen betalen als daar ook een boodschap in zit. En niet zomaar voor poep en onzin. Dan gaan ze wel naar andere YouTube-kanalen toe als ze het willen. En wij houden alles lokaal. En ja, het is lokaal wel geld te halen. Maar het gaat niet om bedragen van 10.000 euro zoals bij StukTV bijvoorbeeld, et cetera. En we blijven gewoon een soort gesponsorde jachtseizoen. Ja, nou, kunnen we wel doen eigenlijk. Wie zou dat dan sponsoren? Je moeder. Aaron, jij bent nu uitgecheckt. Ga verder met je boekverslag. Weet ik niet. Misschien dat er mensen kijken.
Wie zou een jachtseizoen kunnen sponsoren? Wat? Een sportschool. Een sportschool. Dat zou even zo kunnen. Hier, dat is ook gewoon, hè. Bam. Of, kijk, daarom moet Aaron op de achtergrond werken. Of misschien wel de gemeente, toch wel? Nee, ja, wat toch? Hebben die eraan dan? Nou, de Marengroep. Nou, de gemeente is bezig. Wacht. De gemeente is bezig om jongeren actief te krijgen. Dat ze weer een beetje gaan sporten, et cetera. En als toch zielig wordt, wel aan die worden, maar de Marengroep gedumpt. Ja, maar dat ligt aan de Welland college niveau. Waar jullie op zitten. Nou, meneer Preeg, als je krijgt, krijg de tyfus. Die laat ik er gewoon in hoor, ik heb mij het verrotten. Mij ook niet. Maar, En mevrouw Vilders, ik hoop dat u uw graf inrolt. Nou, op Tede Noord samen. Ze is gewoon een aardige vrouw, nee. Ze stuurde me eruit en noemde me een sukkel. Ja, ze zei ook tegen mij, je moet niet zo populair doen. En ze zei dat ik moest geen janken. Nee, dat zei ze tegen mij, lul. Tegen mij ook. Doe jij populair op school dan? Ja, nee. Dat zegt ze. Oh. Die vrouw is niet goed. Oké. Nou, in ieder geval, we verdienen dus een beetje geld ermee, maar niet veel. En we doen het omdat we het leuk vinden. Dus die vraag is beantwoord. De views op podcast, wat het gewoon is, iedere keer ja, heb je even gewoon een knaller. En dan gaan we weer omlaag, en weer een knaller, omlaag. En het gaat, ja. Vind jij het erg als de views laag zijn? Nee, hij vindt het wel totaal niet. Nee. Nee, ik vind het niet erg. Nee. Kijk, het is leuk als je filmpje 30.000, 40.000 keer wordt bekeken. Maar het is niet... Het is niet net als bij een groot YouTube-kanaal. Voor ons is het niet zo belangrijk. We doen het omdat we het leuk vinden en niet omdat we er geld mee willen verdienen. Ja. En als een video wat minder views pakt, dan is het voor ons gewoon een teken van... Ah, dat is dus gewoon saai. Dat moeten we niet meer doen. Ja, precies. Ja, maar... Of nou kijk, als het 4.000, 5.000 views heeft, dan betekent het gewoon dat sowieso gewoon Katwijk het bekeken heeft. Want het gaat bij ons wel om de jongeren hier uit Katwijk en niet om de buiten. En, dat klinkt heel naar. Ja, nou ja, sorry. Het spijt me. Ja. Dus ook blok. Ik vind het leuk dat jullie kijken, maar het heeft helemaal geen... ja, leuk. Oh. Dat is echt lullig eigenlijk. Yeah. En waarom zit Blokfluiboer dan in onze video's? Ja, soms moet je even een uitstapje maken. Oké. Okay. En we gaan binnenkort weer een uitstapje doen, toch? Wat dan? Oh nee, dat hebben we al gedaan. We zijn in Leiden geweest. Ja, maar lijkt ons wel eens een keer leuk om eens een toertje te doen om te kijken waar onze fans zitten buiten Katwijk. Het buitenland. Het buitenland, ja. We gaan even kijken van hoe het daar is en dan gaan we misschien een rondje Nederland doen. Dat kunnen we ook doen. Dat zou ik wel leuk vinden. Dan ben ik er ook bij. Oh, en dan ben je er wel bij. Dat is leuk. Oké, dat is leuk. Aaron gaat dan ook mee. Als jullie denken, wat is Jeffrey ondertussen op de computer aan het doen? Ja, ik ben even aan het editen. Maar eigenlijk... Ja, een beetje in- en uitzoomen op je tijdlijn. Ja, nee, ik zoek iets. Maar ik weet niet wat. Nee, maar ik heb Erika aangezet. Ja. Oké, Over Heide. Nee, laten we dit maar niet doen. Oké, we hebben nog wat vragen. Ja, zijn er nog vragen uit Insta gekomen? Ja, volgens mij wel. Voor mij is het echt bullshit allemaal. Laten we even kijken. Anon stopt vanwege... Oké. Hoezo is Jeffrey zo dik? Nou, ik ben dikker dan Jeffrey dus. Nou, ik zal je uitleggen. Ik heb voordat podcast op YouTube was, stond waren we op Facebook. En toen had ik een programma, dat heette Obesicat. Nou, en je toen hebt was een computer voor, dan laat je wat zien. Natuurlijk. Ik ga het gewoon halen. Welkom. Wat gebeurt hier? Welkom. Wat is dit? Bij een nieuwe aflevering van Ongemakkelijk. Wat? Huh? Vandaag doet Maxime mee. En Maxime. We hebben een andere yes. gast. Yes! Maxime! Wat gebeurt Vandaag hier? Vandaag doet Maxime mee. En heb ik lekker ongemakkelijke gesprekken. Waar is dit? Sorry. Waar is dit, jongens? Arme Maxime. Ik snap het niet. Oh, je bek. Wat gebeurt hier? Dat hij het smerig vond dat ik mijn onderbroek 4 dagen aan had. Wat? Dat is ook smerig. Nee, dit was echt raar. Een onderbroek 4 dagen aan, what the fuck? Wat was dit? Opnieuw. Ik vond dat wel basic cut, joh. Oh, deze video wordt echt veel te lang en onzinnig. Mensen nu al afgeweken zijn... Of afgeweken zijn... Laat maar zitten. Oké, dit was Obesity Cut. Toen ik het fullscreen zette, ging het mis. Ik ga het gewoon halen. Ik is 1,32. Zo! Hoi! Daar ben ik weer. Wij kregen dus een brief van het manager. Ja, oké. We gingen hier afvallen. Lekker sporten. Ja, ik schrok wel van mijn buikomtrek. Ik wist wel dat het wel echt wel best wel heftig was in vergelijking met 5 jaar geleden. Ja. Ik was toen 85 Jeffrey, kilo. Nog een hapje suiker dan rot haar. Rot op. Diabetes en obesitas. Goed zo, slikken. Nee. Nou, je kan wel lekker als een bodem. Mis jij vink?
Om eerlijk te zijn, wel een beetje. Gewoon die duidelijkheid. Gewoon Vink, die is gewoon... Duidelijkheid? Echt... Nee, duidelijkheid bedoel ik meer van... Als Vink is niet wil, dan is het nee. En dat is het. Het ging wel te sneller, maar... Aan de ene kant is het wel wat beter dat hij weg is, denk ik. Waarom? Het wordt nu allemaal groter, heb ik al gezegd. En ja... Ik weet nou niet of Vink dat wel zou willen. Ja, precies. Ik snap wat je bedoelt. Kijk, dit is... Hallo, hallo. Wordt een jongen of een meisje? Cringe. Ja. Ja. Nou, dat was dus podcast vroeger. En toen ben ik 10 kilo afgevallen. Toen was ik heel erg dun geworden. En ja, dat toen is... ontmoetten we deze man. En toen hebben we elkaar ontmoet. Toen en toen ging het mis. En weet je waarom? Aaron wilde iedere keer naar de McDonald's. Ik, zelfs nu, tot de dag van vandaag, was het idee van... Ja, we gaan bij de McDonald's dit opnemen, want dan kunnen we eten. Ze willen alleen maar McDonald's. Wel waar. Ja, het is echt waar. Dus... Zit u nu godverdomme toch? Dus waarom Jeffy zo dik was? Binnenkort gaan we een meeting doen bij de McDonald's. Ja. Maar je mag alleen met onze quote als je een burger betaalt. Joep is onze hamster die we hier op het kantoor hebben en Joep is weggelopen. Ja. Ja, door Jeffrey, omdat hij extraditie Robinson wou kijken. Ja, ik heb Joep per ongeluk losgelaten. Joep. Hoe is het met de pekies? Pekies. De pekies? Laat maar gaan. Volgende vraag. Oké. Okay. Hoe is het met de pekies? Ja, hoe is het met de pekies? Wat is dat? Laat maar gaan, volgende vraag. Nee, oh, je hebt heel veel eelt op je klauwen trouwens. Man. Ja, nee, dat is droog. Meisjes. Hij is droog, zie je? Hij is helemaal droog. Pekies is meisjes. Kijk wel aids. Nee, maar mij gaat niet. Ik heb nog geen meisje in Brijs daarentegen. Nee, ik ook niet, Aaron. Wat is pekies? Dat is meisjes. Echt? Oh, ja, sorry, ik ben daar oud voor. Nee, worden jullie vaak herkend? Ja. Ja hoor. Ik ging laatst met mijn broertje... Nu krijg je een verhaal, jongen. Ik ging mijn broertje halen op school. En iemand vroeg dat hij met hem op de foto wou. Ook. Maar toen ging ik mijn broertje halen op school. Ik loop die school in met mijn pa. En het is een basisschool, dus het ging helemaal mis. En al die kinderen, Brijsje, podcast, hey. En ik werd aangesproken als podcast. Podcast, wil je met me op de foto? En ik heb foto's gemaakt daar en zo. Ik vond het wel leuk of zo, maar het is wel heel naar. Ja, ja, dat krijg ik ook wel veel te horen op straat. Hey, podcast. Wanneer zijn jullie jarig? Ik ben over 9 dagen jarig. Ik ben nog jarig geweest pas, 7 november. Precies, 9 dus, dagen. Dus hij is jarig. Ik heb hier nog... Ja, en dat is ook zo leuk van Aaron. Aaron is jarig geweest en al zijn cadeautjes laten hier liggen. Hier. Wil jij nog een bon van de Game Mania? Ik heb geen PlayStation 4. Okay. Ik ga voor mijn Nintendo Switch halen. Dus Aaron is jarig geweest en over 8 dagen is Brijs een jarig. Want morgen wordt dit geüpload. Lul de bang. Wat ga je hierna doen, Aaron? Ik heb niks. Hè? Ik niks. Praat het harder. Ik niks! Wat was jouw mooiste knoop op gaydag? De autiste knoop. Hoeveel video's komen er nog? Ja, als het aan mij ligt nog 1000. Ja, ik ben nog steeds aan totdat ik 50 ben, weet ik veel. Ja, rare vraag. Oeh, wat vind je van Zwarte Piet? Brijsen? Aaron is zo rechts als het maar kan en ik ben best wel links, dus dit wordt weer echt feest. Hoe kom jij aan je linkse... Ik weet het niet. Door zijn vriendjes. Ik heb... Vorig jaar zei je nog, ja, ik vind het Zwarte Piet goed, Zwarte Piet. Dat heb ik nooit gezegd. Jawel, vraag me dan Sil van, wij hebben het gehoord. Met z'n tweeën zaten aan tafel, hadden weer een discussie. Toen zei, ja, ik vind ook wel dat het gewoon zo moet blijven. Wat? Ja, nee, niet liegen. Ik heb niet gezegd dat ik niet wil... Ja, je kan heel goed liegen, maar nu kan je niet meer eronder uit. Ik heb wel gezegd dat het een beetje overkill is met... Nou, je had nog niet geredeneerd erover. Want daar gaat de video van aanstaande zondag over. Dat gaat over redeneren. Je had toen de tijd nog niet erover nagedacht. Dat is waar. En toen zei je van Zwarte Piet moet zo blijven. Want iedereen zegt dat. En nu heb jij erover nagedacht. Mm-hmm. En je wordt ook een jaar ouder. En nu heb jij een bepaalde mening. En ik wil graag wel jouw mening horen. Mijn mening over Zwarte Piet is... Het is inmiddels wel 2019. Racisme speelt tegenwoordig best wel een grote rol in alles. En de discussie gaat nu gewoon veel te ver. Er worden mensen... Er werden ruiten ingetikt op een vergadering over Zwarte Piet en dat soort dingen. Het gaat gewoon te ver. En mijn mening is dan, als mensen er echt zoveel last van hebben, dan wordt het toch gewoon veranderd. En ik snap het ook wel, want vroeger als je het gaat... Maar wat vind je van de combinatie? Ga maar door. Als je het gaat vergelijken met vroeger, met slavernij en zo, Ja, maar wie zegt dat Sinterklaas hun heeft gebruikt als slaaf?
dat is heeft hij nooit gedaan. Heeft hij gebruik als slaaf? Ja, ik vroeger wel. Oh. Ja. Je moet wel een beetje in beeld blijven, want je ziet echt volledig eruit. Oh, mooi. Maar... Ja. Ja, nee, het is wel zo. Kijk, als we even naar de feiten kijken. Vroeger was dus de Pieten van Sinterklaas, ze waren zwart omdat ze gewoon uit Afrika kwamen. Dat is gewoon eigenlijk het verhaal van vroeger. Uiteindelijk werd het verminderd. Ze worden zwart van de schoorsteen. Mm-hmm. En toen waren de Zwarte Pieten ook nog met dikke slavernijringen. Toen ik nog kind was, hadden ze nog dikke ringen in. En toen waren ze prattes ook allemaal zo, weet je. En ja, en dat is ook allemaal verminderd. En toen was het ook nog zo dat ze, wat je meegenomen in een zak naar Spanje met een roe, dat is ook verminderd. Yeah. Dus alles werd zo verminderd. En nu krijg je de discussie, moet hij nog zwart blijven, omdat het oorspronkelijk maar uit slavernij komt. Wat ik dan vind is, maak hem dan niet zwart, maar geef hem een paar zwarte veegjes. Ja, dan zijn de kinderen, donkergetinte kinderen die er last van hebben, die hebben er dan geen last meer van. Die moet lekker stikken. Dan hebben die er geen last meer van. En dan de kinderen die dan... Ze zullen er geen last van hebben. Wat ik vind, persoonlijk, is... Het boeit me echt geen reet. Maar maak dan een combinatie. Ja. 50% zwart, 50% roetveeg. Dan heeft iedereen ik zeg ook al, die kinderen maken niks uit. Ja. Maar het gaat om die ouderen. En welke mensen tikken het raampje in? Die mensen die tegen Zwarte Piet zijn. Ja. Dus welke mensen... Nee. In dit geval was andersom. Dus hun doen het ook. Maar, ja, iedereen doet alle twee. Maar Nederland loopt wel echt ver achter op echt, dit soort dingen. Want je wij gaat zijn nu ook het enige zien land die het doen. Nee, ja. Maar je ziet nu ook dat andere landen het beginnen op te pikken. Dat het, en je ziet ook nu voorbij komen bij andere landen dat ze iets erover zeggen. Zeg ja, maar. Wat vind je ervan dat... wist je eigenlijk überhaupt dat apartheid een internationaal woord is? Ja. Ja. Dus het is een Nederlands woord. Apartheid is in heel de wereld bekend als een woord. Nou, dat was een lang onderwerp dit. Bedankt voor je vraag. Wie had hem gevraagd? Even kijken. Hou je van Zwarte Piet? Lucas Klinkenberg. Je zegt ook allemaal namen en zo. Ik hou van Zwarte Piet. Piet uit. Aaron wordt gepest door Jeffrey. Nou, het is andersom. Ja, ik word echt gepest door Aaron. Aaron Strijder, zegt Vinny Koetje. Haha, super huts! Dan hebben we nog een paar polletjes die we door gaan nemen. De vraag was, mogen wij naast entertainment video's ook educatieve video's maken? Dus video's met een educatief randje. Jawel, 78% zegt, ja, dat mag. Ja, dus we kunnen gewoon een inkomstenbron van betalen. Nee, dat is niet waar. Ik kan niet praten. Heb je wel eens op de fiets? Ja. 256 mensen zeggen ja, 389 mensen zeggen nee. Ik niet. Goed hoor. Maar Jeffrey ook. Maar ik ben niet zo verslaafd als aan de telefoon als jullie twee. Auw! Oh, mijn horloge. Ik ben heel eerlijk, ik app ook in de auto. Oh! Ja. Dat mag niet, hè? Ik weet dat het echt heel slecht is, maar... Jeffrey laat ook 13-jarige kinderen rijden in zijn auto. Hmm. Nee. Ik heb nog nooit gereden in zijn auto. Nee, wij niet. Daan die heeft mijn autosleutels gejat. En Daan is een nieuwe podcatter. Hij moet even kijken wat hij gaat doen. Daan heeft mijn rol gaan overgenomen. Ja, Daan neemt Aarons rol over. Vragen. En over meisjes gesproken. Oh. We hebben de Pauline. Dat is één jonge dame. En misschien dat er ooit nog eens een keer een meisje bij komt. Maar dat moet wel echt wel een leuke zijn. Hè? Gaan we dan wel echt een zoektocht doen? Naar een leuke meid? Ja. Oké. Okay. Zet jij hem op? Kan op zich wel. Bryson zoekt een zoektocht op. Zet een zoektocht op voor een nieuw vrouwelijk podcast. Teamlid. Oh, zo teamlid. Wat een kutwoord, denk je. Hoe bedoel je? Bij de intocht van Sinterklaas. Ja. Nee, er zijn geen roetveegpieten in Katwijk bij de intocht. Nee, ik bedoel meer gewoon om Zwarte Pieten. Nee, denk ik niet. Nee. Of Brij staat met zijn bord. Nee, Zwarte Piet. No more blackface. In zijn eentje. Ik haat jullie echt. En dan komen allemaal eieren. En Brij, dat is grappig. Dat is opvetsen. Vindt hij mooi, hoor. Weet doe je. Nou, in ieder geval over de educatieve video's. 418 mensen hebben ja gezegd. Op een educatieve video, dus zondag krijg je hem. Stickers. Oh god, ik ga de bak pakken. Als je mij 100 euro geeft, krijg je een paar stickers van mij. De stickers, wij hebben vorige keer een stickeractie gedaan. Toen hebben we 1000 stickers gedrukt. En hebben een actie gedaan dat mensen... Gaat Bryson is echt naar links flikken hoor. Vinden jullie ook? Bryson een beetje koekwaus is die een beetje maar hoor. Nou, laten we weten in de poll hierboven of Bryson een linkse flikker is. Ik heb daar geen mening over. Iedereen mag zijn eigen mening hebben. Dat is wel waar. Ja, oh goed zo. Dat gelukkig wel. Bryson had het net over je. Maar ja, wij hadden dus 1000 stickers en die zijn allemaal opgegaan door onze stickerjachtseizoen. En nu, laat maar zien Bryson, wat we nu hebben. Wacht eerst even de rest eruit. Dit duurt zo lang. Dit duurt zo lang. Ga lekker zitten, jongen. Bak vol. Ja. Lots of lots. We hebben 5000 stickers. En wij dachten, niet omdat wij, dat wij geld willen, maar wij dachten... geplakt. Ik kan ze pakken. Dit kost veel geld.
En wij hebben, nou, wij verdienen niks, hebben we net al gezegd. En toen dachten we, we verkopen per €2,50 per 10 stickers. Nou, er zijn mensen die het gekocht hebben en die krijgen ook een pakketje binnen. Zijn er te veel? Nee, daar komt het op neer. Er zijn heel veel mensen die gezegd hebben... ja, de camera ging uit omdat we te lang lullen. Hij kan maar per 30 minuten opnemen. Jezus. We nemen al 30 minuten op. Normaal split hij het dan in twee files, maar... Ja, valt niet veel te editen. Het is gewoon, het is gewoon lullen. Nee, over die stickers. Wij dachten, we verdienen geen geld. Dus wij willen die stickers dan maar voor €2,50 verkopen per 10. Maar ja, dan haken jullie allemaal af. En dat begrijp ik eigenlijk niet. Maar ook weer wel. Krijgen gratis. Nou, weet je wat we dan doen? Mensen die het al besteld hebben, die krijgen hun geld terug. Behalve je verzendkosten, die betaal je wel. Oh, Chris Ries wel. En dan gaan wij de komende tijd weer eens even kijken hoe wij al deze 5000 stickers gaan verspreiden. We kunnen ook gewoon bovenaan een flatgebouw gaan staan. Gewoon zeggen hoe laat we daar boven... eraf. Oh. Nee. En dan gewoon die stickers naar beneden donderen. Ja. De hele bak tegelijk, boom. Ik dacht jij links was. Racist. Weet je wat dat inhoudt? Ja, ik weet wat het inhoudt. Ik ga er ook niet verder in. Dat je dus ook voor het milieu houdt. Ja, Bryson. Want stikstof, hè, dat is gevaarlijk. Gaan we dood? Ja, Jesse Klaver. Oké, dus wij gaan die stickers wel weer verdelen. Ik denk dat er misschien weer een stickerjachtseizoenetje komt. We gaan misschien eens een keer op locaties uitdelen, op scholen. We verzinnen wel wat de komende maanden. Elke opname die we maken gaan we gewoon stickers meenemen. En dan kunnen mensen als ze ons zien gewoon een sticker vragen. Ja, wil je ergens nog over hebben, Bryson? Of hebben we alles gehad? Ja, ik wil het nog wel ergens op. Nou, vertel. Nee, eigenlijk helemaal nergens over. Nou, als mensen me zien in het echt, laat me met rust. Steken, ik ben ook steken. Maar gewoon een persoon. Steken. Ik ben ook maar gewoon Bryson. Ik hoef helemaal geen aandacht buiten podcast om. Ja. Laat me met rust. Gewoon steken. En ik heb nog een oproepje. Mensen, als jullie onze video's zien, laat even een comment achter. En niet met first. Of van jullie zijn de beste. Nee, gewoon even, laat ook gewoon even kritiek weten van wat wij beter kunnen doen aan een video. Zeg gewoon dat we kut zijn. Laat in ieder geval een reactie achter wat je ervan vindt. En dat zou ik heel erg leuk vinden. En een kleine sneak preview van de video van aanstaande zondag. We zijn echt als Mongolen verkleed. Even kijken, wat hebben we hier? Hier zie je Jeffrey die een stok in zijn hoek krijgt. Ik zit te veel te spoilen. Heb je die politiepet nog? Nee. Wanneer hebben jullie dit opgenomen? Ja, afgelopen zondag. Dat zal vast wel de waarheid zijn. Dat loopt lekker. Maar we zijn mooi verkleed. Als jullie zo'n video als dit ook leuk vinden, zo'n behind the scenes praatvideo. Abdulak. Dan moet je dat even zeggen. Ik wilde zeggen, als je zou zeggen van doe een duimpje omhoog, had ik je weer een stomp gegeven. Doe een duimpje omhoog. Ja, doe dan echt. Bryson's geweld. Ja, ik durf niet hard te slaan dat op je hoofd. Bryson's geweld is nergens voor nodig. Bij deze, Aaron. Yo. Bedankt voor de fijne tijd. Nou, alsjeblieft. Wat is jouw mooiste herinnering aan podcast? Weet niet. Ik ga niet dood of zo hoor. Nee, maar wat vond je het leukst? Ik weet niet meer. Kom op man, denk... Oh, hij is wel echt helemaal into zijn boekverslag, joh. Ik heb je nog nooit huiswerk zien maken. Ja, dit moet ik wel maken, hè? Nee, kom op. Wat vind je nou het leukst? Laten we zeggen, welke video toch? Mm-hmm. Die oude mensjes. Ik weet niet hoe die heet. Ja, de video. Die komt dus in de eindkaart hier. En dan kan je die video bekijken. La 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 la. Abonneer voor meer. Abonneer. Abonneer voor meer.